We gaan naar Scherpenzeel. Moet dat een groen dorp blijven of moet bedrijventerrein het Zwarte Land flink worden uitgebreid? Daar zijn de meningen in het dorp behoorlijk over verdeeld. Aan de kant van de uitbreiding staan gemeente en de ondernemersclub. Voor het groen pleit een aantal inwoners, ondernemers en de stichting Grebbelinie in het vizier. Wij van de stichting Grebbelinie in het vizier in Woudenberg ontvangen hier heel veel gasten. Onder andere veel scholieren. Dat kan wel tot 1000 oplopen. En dan vertellen we hier het verhaal over de komst van de Duitsers. De Duitsers die daar vandaan kwamen. En dan moeten we kunnen laten zien waar ze dan vandaan komen. Als daar een industrieterrein komt, ja, dan hebben we eigenlijk niks om aan te wijzen. Dan kijken we tegen grote gebouwen aan. Dit is precies waar het om draait in Scherpenzeel. Uitbreiding met 7,5 hectare, en dat is zo'n 15 voetbalvelden, van industrieterrein Het Zwarte Land of behoud van het groen tegenover de Grebbelinie. 5 hectare is bestemd voor Modiform, een bedrijf dat kweek, transport en verpakkingsmaterialen maakt voor de tuinbouw. Wij zijn geworteld in Scherpenzeel, daar komt het eigenlijk op neer. Wij en onze medewerkers. Wij willen met name onze distributieplekken, onze opslagplekken, die zijn verspreid over 4-5 locaties. Die willen wij allemaal naar Scherpenzeel brengen. Als we Scherpenzeel een leefbaar dorp willen houden, dat er ook voldoende werkgelegenheid moet zijn. Wat dus een van de aspecten is voor de wens voor de ondernemingen die zeggen van ja, maar wij willen ook graag in Scherpenzeel zelf blijven. Inwoners zoals Nico de Haan zijn valikant tegen de uitbreiding van het industrieterrein. Scherpenzeel is een mooi dorpje met relatief al veel industrie en weinig groen buitengebied. En als je daar een hele grote hap uithaalt, dan wordt Scherpenzeel meer een soort industrieel dorpje. En dat willen we niet. Maar de gemeente beslist niet over de uitbreiding. Dat doet de regio Food Valley. Een samenwerkingsverband van 8 gemeenten waar Scherpenzeel aan meedoet. Wij hopen dat begin december in de regio Food Valley daar de definitieve besluitvorming over plaats gaat vinden. Als het akkoord er komt, laten de tegenstanders het er niet bij zitten. Okay.